na een schitterend en vlot optreden, tot slot zelfs nog een toege Funky Town, heb ik hier een aantal mensen, waaronder de dirigent, maar ook twee leden, Jasper en Joost, van het korps uit Brunssum van de Langeberg. Jasper, tevreden? Ja. Wat vond je vandaag het leukste eigenlijk? Ja, het spelen vooral. En is dit voor jullie een speciaal optreden? Hebben jullie hier naartoe geleefd? Ja. Nog speciale repetities gehad of? Nee, gewoon op de dinsdag. Oh, dus jullie hebben dit eigenlijk gewoon eventjes uit je mouw geschud en hier kwam een geweldig concert. Ja. Toptalent, precies. Jasper, duidelijk. Joost, ja, ik zei het toen net al, ik ga het toch nog even herhalen. Kijk, hè? Hier is duidelijk over nagedacht. Er is zoiets als een orkestkoep. Is ook familie, ja precies. Joost, een voorschrift, dit kapsel? Ja, het is gewoon wat je leuk vindt op het moment. Het is altijd anders. Oké, perfect. Hey, hoe vond jij het gaan? Ja, het ging uitstekend. Echt boven verwachting, vond ik zelf. Hey, ik kan me voorstellen, jullie zijn familie, je bent familie van de dirigent. Broer? Nee, is mijn neef. Neef. Is dat soms niet moeilijk om naar je neef te luisteren? Ik luister niet. Nee, ik gewoon luisteren. Ja, soms is het wel moeilijk, maar hij is de baas. Oké, nou dat is duidelijk. Dat is een duidelijke rolverdeling. Ja, ik ga toch even naar Matthijs. Matthijs, proficiat met je geweldige optreden. Dank je wel. Ik denk dat dit voor ons ook een unicum is om zo'n jonge dirigent hier te hebben. Je kwam oplopen en je proefde het ook direct in de zaal van, oh, wat gaat hier gebeuren? Hoe voelt dat om als Benjamin, zeg maar, binnen dit verhaal hier rond te lopen? Ja, hoe voelt het? Ik ben er een beetje aan gewend de laatste tijd. Ik kom op steeds meer plaatsen en ja, je hoort het steeds meer. En ja, op een gegeven moment ja, wend het wel. Maar het blijft goed voelen om op zo'n leeftijd al zoiets te mogen doen. Ja, ik begreep, saxofoon, je speelt naast natuurlijk zijn Barbara Langeberg ook nog bij Sint Gabriel, heb ik gezien. Mooie resultaten afgelopen jaar, hebben we het concours gehaald. Victor Vaassen, daar dirigent, daar stond bij, je had les van Victor Vaassen. Heb je ook directieles van Victor Vaassen? Ik heb een tijdje directieles gehad van Victor Vaassen, ja. En op dit moment ben je er op een andere manier nog aan het volgen of ben je daarmee gestopt? Op dit moment heb ik geen les meer. Zijn er nog plannen om hier verder je carrière te gaan zoeken in deze tak van sport? Nee, ik hou het als een uit de hand gelopen hobby. Want hierna studeer je nog een werkje? Ik werk. Waar? In een café. Nou, moet je eens kijken. Eigenlijk een duizendpoot dus. En in de muziek en dan ook nog in dit café. Dames en heren, proficiat met jullie optreden. Het was geweldig. En terug naar de studio.